Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Karemo. Mijn naam is Gian Anschraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 89 hier in Italië. Ronde nummer 9 van het kampioenschap alweer. Ja, het laatste seizoen dus. En we zitten op de helft, over de helft eerlijk gezegd. En ja, het gaat lekker snel en lekker hard. 110 punten voorsprong op nummer 2, Charles Leclerc. Jensen Button op P7 en diezelfde Button moeten wij een contractaanbieding weer gaan aanbieden natuurlijk. Omdat hij voor de eerste 8 races heeft getekend en nu het laatste seizoen stil is aangebroken, moet hij weer een contract gaan ondertekenen bij ons. Ik ben heel benieuwd wat zijn salaris wordt. Ik hoop niet al te veel. We hebben $11,64 miljoen ja, om mee te spelen. Dus we moeten er wel uit zien te komen volgens mij. Gaan Button dus benaderen en bieden $8,3 miljoen. En kijken wat Button gaat doen. En jazeker, Button heeft getekend voor de rest van het seizoen. Goed gedaan. Dan spoelen we de tijd gewoon zometeen even door. Ja, Ferrari heeft ons ingehaald, maar goed, dat is geen probleem. Wacht hier wel een pittige strijd in Italië. Waarom? Ja, we zijn niet snel op dat rechte stuk. Moeten het hebben van de bochten. Spoelen we de tijd gewoon eventjes door. Preddy Hotlap doen wij niet. Die slaan we gewoon over. En dan vind ik het tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 89 van F1 22. My Team Karemo hier in Italië. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij kwalificatie deel nummer 1. En moeten met deze auto doorzien te komen naar Q2. Vorig seizoen was het nogal een drama voor ons. Missen hier gewoon de topsnelheid. Hopelijk dat dit seizoen wat anders gaat. Hebben nu voor een setup gekozen met zo min mogelijk downforce. Dat betekent dat we heel snel zijn op dat rechte stuk. Maar moeite hebben in de bochten. Goed verhaal. Geen probleem hier in de kwalificatie. Daar draait het erom. En ook tijdens de wedstrijd kunnen wij misschien de race gaan winnen. Of moeten wij genoeg nemen met een podiumplek. Ik weet het niet. Het zit allemaal zo dicht bij elkaar, namelijk in Italië. In Zandvoort was het wel even anders, maar goed, dat geeft niks. Kom aan bij mijn eerste en hopelijk laatste run in Q1. En dat is de tweede tijd op een tiende van Yuki Tsunoda. Kan beter. En dan zijn we aanbeland bij deze run. Die was niet goed, omdat Verstappen ons in de weg zat. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. Onze derde run op deze band. Dus ja... De band heeft al wat slijtage opgelopen, maar goed, geen probleem. 3 ronden oude softbanden, daar is niet zo erg. Huh? We zijn een paar duizendste sneller dan onze eigen tijd. Gaat nu meer richting de 70.000ste, dan weer nu richting 80.000ste. Komen op een P13 en waar staan wij als de vlag uithangt in Q1? Blijven een P13, de 13e positie, maar zijn wel door naar Q2. Goed gedaan. We zijn aanbeland bij Q2 met ongeveer 2 minuten op de klok. We gaan nog, ja, het doen hier nog even rustig aan doen. We gaan proberen om met 1 run te doen. Om een setje softbanden uit te sparen, hopelijk voor in de race. 2 minuten nog op de klok ongeveer en dan staat de klok op 0. Dus deze ronde moet gewoon goed zijn om door te kunnen komen naar Q3. Goeie eerste en tweede bocht, jazeker. En groen in sector 1 en 2 als de vlag over 30 seconden uithangt. En wij laten een 14e tijd noteren. Moeten het nog beter doen. En ja, dat betekent dat deze band 2 ronden oud is. Helaas. Maar goed, geen probleem. Moeten het maar het beste van zien te maken met groen in sector 1, paars in sector 2. De vlag hangt uit in Q2. Weinig ERS meer over, 20% ongeveer. En we komen tot een derde tijd. Jazeker, goed gedaan. Zijn door naar Q3. Aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel met nog ongeveer 1 minuut en 50 seconden op de klok. Benieuwd ook waar Jensen Button staat. Ik zie nog dat onze kleuren niet goed zijn. Wij rijden met een oranje pijl. Het moet eigenlijk een groene pijl zijn.
Dus die moeten we veranderen in de volgende race. En kijken of deze ronde goed genoeg is voor misschien wel een vierde tijd, een vijfde tijd als de klok over 30 seconden op 0 ongeveer staat. 30 seconden ongeveer dus. En wij laten op dit moment een negende tijd noteren op een tiende van Carlos Sainz. Die is voor AlphaTauri gaan rijden. Oké, Sainz heeft iemand vervangen. Daar was ik nog niet van bewust. Sainz naar AlphaTauri dus. Oké, interessant. Wij laten even groen in sector 1, paars in sector 2 noteren. En we komen bij de startfinish als de vlag op uithangt in Q3. En dat is een tweede tijd. Goed gedaan. Echt goed gedaan. Leclerc pakt de pole position. Wij dus naar P2. Norris P3. En Sainz, ja, op AlphaTauri. P7 wordt verslagen door... Nee, verslaat Pierre Gasly. Excuses. Maar heel gek dat Sainz in één keer van AlphaTauri heeft getekend. Maar goed, wij mogen tevreden zijn. Een tiende achter Charles Leclerc is het op naar de race voor aflevering nummer 89. Daar gaan we dan. Welcome back to one of only two countries that has held a race every year since the very first Formula One World Championship in 1950. It is, of course, Italy, one of the great racing nations, and it's time to get underway for the Italian Grand Prix. We're 12 miles northeast of Milan for today's Grand Prix at a Monza circuit where we could expect top speeds of around 215 miles per hour. 11 corners on this 3.6 mile track, with 7 of them coming in the form of chicanes, and with a good slipstream and DRS open, there should be plenty of opportunity for some passing here today. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, and the Professor completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Norris, Button, Liam Lawson, and Tsunoda. Sainz, Russell, Latifi, and Fernando Alonso. Joe, Mick Schumacher, Daniel Ticktum, and Oscar Piastri. Richard Vachon, Gasly, Lance Stroll, and Esteban Ocon. They've taken a grid penalty. Schwartzman, Magnussen, Teo Pourchaire, and Felipe Drugovich. And now, it's time to head down to the track. Anthony Davidson is here once again for today's Grand Prix. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? They've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far, but whether they can keep that up long term remains to be seen. Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid. En kijken of wij ook de race kunnen gaan winnen. Het gaat denk ik lastig worden. Wij vertrekken dus vanaf een tweede positie. Charles Leclerc voor thuispubliek. Von Ferrari op pole position. Norris op P3. Die moeten wij goed in de gaten gaan houden, want hij start op de zachte band. Button 4, Lawson P5. Heel veel informatie van de engineer wat we eigenlijk al lang weten. En de vraag is, komen wij zometeen goed of slecht weg van de grid? Wat kan Lando Norris? Wat kan Jensen Button? Wat kan Charles Leclerc? Dan zijn we aanbeland bij de startprocedure. Komen prima in onze positie terecht. Leclerc dus schuift op pole position aan. Norris op die zachte band op P3. Daar moeten wij voor op gaan passen. En iedereen is nu bij zijn positie aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 89 van F1 22. My Team Remo, de grote prijs van Italië, gaat beginnen met Leclerc op pole position. Onszelf op P2. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En komen matig weg. Norris al gelijk beter weg. Button ook al beter weg. We gaan hier slipstream pakken van Leclerc. Norris aan de buitenkant en wij... Vallen Leclerc daar aan de binnenkant aan? Jazeker. Laten hem wijd lopen. En dat is P1. Goed gedaan. Hebben Leclerc wel geraakt. Norris zakt terug tot P4. Maar voor zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Leclerc op P3. Button naar P2. Heeft hij goed gedaan. Jazeker. Profiteert uitstekend mee. En we leiden de grote prijs van Italië.
Een 1-2'tje eigenlijk voor ons. Einde ronde nummer 2 als Button naar ons is toegereden en Leclerc zit er ook aan te komen. We gaan slingeren op het rechterstuk om Button te verdedigen, van de slipstream te breken. Lukt niet, Button is er voorbij. Leclerc heeft ons geraakt. Daar nogmaals een touché. En wij remmen als laatste van de drie en hebben hier de binnenste kant voor ons. Jazeker. En dat is nog steeds de leiding in handen. Norris gaat een seconde, maar we moeten oppassen voor hem. En ook voor Charles Leclerc. Aan de binnenkant, touché op de voorvleugel. En pakken hem hier weer mooi terug. En Leclerc gaat daar een klein beetje de mist in op de exit. Maar Button kan daar niet van profiteren. Boeiend gevecht voor de leiding in ronde nummer 3 van de race. En nu proberen weg te rijden van de Monegask. Ronde nummer 4 is het, als het gaat naar Leclerc, nog steeds minder dan een seconde is en zit aan te vallen voor de leiding. Maar kan er net niet van profiteren. En nu is het gat 1,1 omdat hij daar een foutje heeft gemaakt. Norris dus op P3 heeft Jensen Button te grazen genomen voor een podiumplek. Button moet die plek weer terug gaan pakken, maar ik ben bang dat dat niet gaat lukken omdat Norris op die zachte band rijdt. Rechts medium banden onder de auto van Charles Leclerc. Groen is sector 1 en 2. Onder nummer 6 is het. Als daar Norris eraan zit te komen voor een aanval. Maar hij wordt geblokkeerd door ons. Kijkt dit keer naar de buitenkant. Laat remmen. Jazeker, ik wou eigenlijk zeggen laten uitrollen. Dat lukt ook en dat is nog steeds P1 in ronde nummer 6. Maar dat betekent dat iedereen nu dichter bij ons kan gaan komen. En Norris heeft zometeen een uitstekende uitgangspositie voor de pitstops. Moeten niet al te lang met Norris blijven gaan vechten. Maar daar zit Norris in één keer aan de binnenkant. Had ik niet verwacht. Maar wordt daar de pas afgesneden door ons. Norris nog steeds op P2. Leclerc op P3. Larsen 4. Button op P5. Wij dus nog steeds aan de leiding in ronde nummer 6 van de race. En in ronde nummer 13 duik ik naar binnen. Als het daar geel is in sector 2, daar valt iemand stil of er is iemand uitgevallen. Ik denk dat dat een McLaren is. Ik weet helaas niet van wie. Ik denk Nicolas Latifi. Zeg ik dat goed? Weet ik niet zeker. Larsen aan de leiding. Norris is al naar binnen gedoken voor de medium band. En wij duiken nu naar de harde band. De vraag is, komen wij voor of achter Norris terecht? Het gaat denk ik close worden. 2.4, kom wat sneller. Uitkomen pitstraat en het is Norris die ons heeft gepasseerd. Norris heeft de undercut geslaagd. We komen vlak achter Richard Verschoor weer de baan op. Daar hebben wij Richard Verschoor voor P5. Die Aston Martin is snel. Het is hier een beetje close tussen de oud land en teamgenoten. Want ja, Verschoor was mijn teamgenoot in seizoen 2. Of seizoen 3 zelfs, weet ik niet zeker. En nu duikt Jensen Button naar binnen. Norris 2.8 rijdt op de medium band. En gaat denk ik de race winnen. Komt nu zometeen aan de leiding terecht. En ik denk niet dat we Norris nog kunnen gaan inhalen. Geen idee wie er is uitgevallen trouwens. Moeten we zometeen even kijken als de uitslag bekend is. Wij komen dus terug op P2. Omdat Larsen daar uitkomt op pitstraat. En wij passeren hem daar heel erg mooi. Larsen kan ook niet terug aanvallen. Jazeker. Ronde nummer 15. Nog 12 rondes te gaan. En ik denk dat Norris hem gewoon binnen heeft. Ronde nummer 27. En wat zei ik? Norris heeft hem binnen. Is helemaal weggereden van ons. 14,1 seconde is het gat. Wij laten nog even paars in sector 2 noteren. Rood in sector 1. Maar Norris pakt ook de tweede race ronde. En wint hier op dominante wijze de grote prijs van Italië. Wij moeten tevreden zijn met P2. Pakte de leiding in de eerste bocht. Maar Norris versloeg ons tijdens de strategie. Goed gedaan. Toch nog een podiumplek. En is het op naar de volgende wedstrijd. Brilliant stuff from Red Bull today. What a superb victory. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win?
I think it was clear what the main contributing factor out on track was: speed. I know it sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Nou, hierbij dan dus de uitslag van de wedstrijd. Lando wint de grote prijs van Italië. Wij dus na P2, Button op het podium. Goed gedaan van mijn teamgenoot. Tsunoda P4, Leclerc stelt teleur. P5, Sainz 6, Latifi 7, Alonso 8, Drukovic 9. En George Russell pakt dat laatste punt voor Mercedes. De uitvallers Theo Poortje en Liam Lawson. Norris pakt P2 af van Leclerc. Wij dus nog steeds aan de leiding met de coureurs en de constructeurskampioenschap. En Button is gestegen naar P5. Rivaliteit breekt daar een plus 5 voor mij, plus 2 voor Alonso, wat betekent 28 tegenover 12. Oftewel, deze rivaliteit hebben wij eigenlijk als het ware in de tas. Team McLean, ja, nog steeds goed. Button is level 16, wij zijn level 22, het team is level 28. Dus dat is goed om te zien. Dan even door naar de cash. Helaas hebben wij van één sponsor niet de inkomsten binnengehaald. $1,4 miljoen erbij. Ik heb helaas 3.000 misgelopen, $97.000 erbij. In totaal op de bank $6,31 miljoen. Ja, op zich een leuk bedrag. En dat kan alleen maar stijgen voor de rest van de races. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop je echt genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom je het leuk vindt. Trouwens, noem mijn game kanaal. Abonneer je voor meer. Wekelijkse F1 22, My Team Kremlin content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook naar dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. @GiananSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Gianan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.